is heel vroeg. En ik ga vandaag naar Londen. Ja. Ik kan nog niet zo goed praten, dus jullie zien me later. Want ik ben oprecht net 10 minuten wakker. Dus, ik ben weer wakker. Dit hoofd ziet er beter uit dan vanochtend om 4:15. Goedemorgen. Ik probeer even rustig te vloggen hier. Hoe moet ik het nou hier niet opzichtig doen? Rondaf. We gaan zo meteen het vliegtuig in. We zitten in het vliegtuig hoor. Lekker naar Londen. Yes. We zitten bij het raam, dus kijk. Wacht. We kunnen leuke shots gaan maken voor de vlog. We zijn er bijna, we gaan weer bijna landen. Maar ik denk dat ik net 10 minuten in het vliegtuig zit. Ik meen het echt. Need to be switched off. This is completely powered down, not in flight safe mode. Nou, we hebben onze kamer. Ja, en het is beter dan vorig jaar. Vorig jaar hadden we echt 0,0 ruimte. En nu kunnen we gewoon lopen. Ik kan zelfs als ik wil in de spagaat. Maar dat kan ik niet. Wacht, ik ga het even laten zien. Dit is het dus. Vorig jaar hadden we echt de helft van deze loopruimte, denk ik. Dus prima. Lekkere kamer. We zijn in de stad. Ik zit gewoon door Mark heen te praten. We hebben dus eigenlijk niks op de planning staan vandaag. Dus het is een beetje rondlopen. Soms doe ik die vlogcamera aan en dan denk ik, wat ga ik filmen? We gaan nu eventjes wat drinken, want we hebben echt niks te doen. En ik ben ook gewoon echt, ik heb geen geld om te winkelen. Het is ongelooflijk. Ja, dat zie ik, schat. Ja, we gaan waarschijnlijk even naar het theatercafé, want ja, daarvoor zijn we hier. Nee, theater. Oh ja. Oké, we zijn dus nu in het theatercafé en dat zit tegenover het theater van Les Mis. En ik wilde hier altijd al een keertje heen. Dit is zo leuk en mijn musical fangirl hart die gaat hier echt een beetje van tekeer, moet ik heel eerlijk zeggen. En ik zal nu eventjes wat dingen laten zien van hier, want het is echt zo ontzettend leuk. Kijk waar mijn cappuccino in zit. Alleen dat al. Welkom, we zijn nu in de wc. Ja, maar Pam, ik wil gewoon even toiletten. All gender, hè? Ik mag er ook in. Ja, oké, okay, nou ja. Deze spiegel. Dit is leuk. Dit wil ik in mijn huis, zo kan ik mijn make-up wel doen. Mama, al die posters er ook achter. Die heb ik ook nog gezien. Ja, met mij. Met jou. Ja. Mijn spiegel. Zij, oh, Mary Poppins. Oh, ik sta nu ook gewoon echt in de wc. Ik denk, er is hier zeg maar nog een hokje en dan... Ja, maar Mark, ik denk dat ik zo meteen oprecht hier ook ga plassen. Dan zet ik mijn Snapchat open. En dan ga ik mezelf gewoon filmen op de wc. Want dit kan je gewoon filmen natuurlijk, hè? I will never go away! Will love me as I am! Het is nu inmiddels... dit klopt niet, het is 8 uur hè. En we gaan nu teruglopen naar het hostel. We hebben ervoor gekozen om te gaan lopen. Jawel, jawel. Het is maar liefst een half uur lopen. En ik heb gezegd, doe ik. Het is gewoon lekker om even te lopen, want het is hartstikke vroeg. Dus ja, om nou straks ook wel alweer naar bed te gaan, dat vind ik nou ook weer niet echt chill. Dus lopen is nog wel even fijn. Waar we zoeken zijn. Yeah. We hebben een leuke dag gehad, hè jongens? Wel een beetje moe. Zeker. Ja, heel leuk. Wel een beetje moe, maar het was leuk. Wat gaan we doen vandaag? Weet je nog? We gaan... We denken dat we naar Everybody's Talking About Jamie gaan. Dat is wel leuk. Dat weten we zeker. Dat staat vast. Hoor. Dat staat vast. In mijn rechteroor en mijn linkeroor. Vertel iets over je make-up. Wat heb je op vandaag? Oh ja. Heb ik op film staan dat je tegen me zei dat je nooit make-up gebruikt? Nee. Zetten. Maar nu had ik er wel zin in. Dus. Heb je er zin in? Gewoon doe, lekker doe het ook. Doen. Lekker gewoon doen. Doen. Lekker doen. Als je dat wil, als jij je er beter bij voelt, gewoon lekker doen. Lekker doen. Is dit nou? See theater. Ik ben triggered. We hebben vandaag lekker vrije tijd gekregen van Mark. Wat top! Ja, lekker gewoon een beetje lekker shocken door Londen. Heerlijk. Ja, dat vind ik heel fijn. Lekker samen op pad. Lekker samen op pad. En ja, we weten niet goed wat we gaan doen. We zijn gewoon lekker aan het lopen.
lekker om ons heen aan het kijken. Lekker weer erbij. Oh, het is zo mooi weer. Ja, nu zie je het niet, want we lopen nu precies in de schaduw. Maar als het zonnetje doorkomt, heerlijk. Heerlijk. Zonnebrilletje op en gaan. Yay! Ik ben nu even alleen aan het lopen, want Mark en de anderen gingen even wat drinken. En een klasgenootje van mij is ook in Londen nu. Dus ik dacht, ik ga hem even opzoeken. En hij is nu toevallig met iemand aan het drinken die ik ook ken. Dus dat is super gezellig. Ik dacht, ik heb nu toch tijd. Dus dan ga ik dat nu even doen. Ga ik daar even heen. Dus ja, ik moet even oppassen. Ik wilde bijna oversteken, was bijna dood. Ah. Ik ben echt een beetje verliefd geworden op Londen. Ik wil hier wonen. Ik meen het echt. Ik hoop ook echt dat ik hier later kan werken. Ik ben er echt wel achter gekomen dat ik dat heel graag zou willen. Ik vind deze stad zo fijn. Misschien toch een taalkursusje gaan doen. Om beter aan mijn Engels te werken. Want ik vind dit echt zo'n fantastische stad. Echt, ik krijg zo'n fijne sfeer hier in Londen. Ik wil hier ook echt vaker heen. Ik ga echt vaker goedkope tickets in de gaten houden. Want ik wil hier gewoon vaker zijn. Ik krijg hier gewoon een heel blij gevoel. Misschien ligt het ook aan het weer van nu, maar ja. Echt waar, heerlijk. I will remember that I served you well. Oceans rise, empires fall. Hell, you do remind me of my love. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. You say your love is raining and you can't go on. We gaan nu naar Everybody Stuck in Life, Jamie. Ja. Het is zover. Ja, ik ben echt heel benieuwd. Ik heb echt zin in. Everybody's talking about Jamie! Zo dominant gelijk, hè? Ik voel me even triggered. Ik zie een vlogcamera. Ah, oh nee, het is een telefoon. Ja hoor, hier gaan we heen vanavond. Zin in. Dit is even een before. We gaan vanavond naar Everybody's Talking About Jamie. We zijn heel benieuwd, want we hebben een goede verhalen voor. Maar we hebben nu dus een andere cast. Tenminste, in ieder geval een andere Jamie. Ja, ik zal hem zo even laten zien op het bord. Maar jullie kunnen straks een uitgebreide review van Zoe en Pam verwachten. Ja, zeker. Oh, die Wie ben jij? Nou, ik zie die ook meer als een kennis, maar ik... Kijk, leuke foto. Dit is de Jamie die we vanavond hebben. Hopen we. Hopen we. Hopelijk ja. Waarschijnlijk. Ja. Yes. Yes, yes, yes. We have very good places right here. It's amazing. Onze beloofde review van Everybody's Talking About Jamie. Ja. We beginnen gewoon met het feit dat we het fucking geweldig vonden. Ja, het is heel goed. De hoofdrol, die jongen is amazing. Hij heeft mijn hart gestolen, zou ik hij je is vertellen. Heel knap om te zien. Überhaupt ja. Viel me op dat er heel veel knappe mensen zijn. Nou, gewoon überhaupt heel veel knappe mensen in de cast. Overal, het was gewoon amazing en ik ben fan. Het was superleuk. Stijn vond het ook leuk. Ja. Hallo. Hallo. Het is vandaag woensdag, toch? Hallo. Ja. Het is woensdag. Goedemorgen. We hebben vanochtend een backstage tour gehad bij Lemmy's. Vanavond zitten we hier in de zaal. Het is een van de grote klassiekers van de musicalwereld. En juist omdat het een klassieker is en het theater meer dan 100 jaar oud is, gaan we hier een backstage tour doen. Zo vet. Was leuk hè? Ja, het was heel ja, het was echt heel erg leuk. We mochten op het podium staan en kregen gewoon allemaal uitleg over dingen. Maar het was helemaal niet zo groot. Nee, het podium zal altijd zijn. Van, als je kijkt naar wat een backstage aan de hand is, zou je ook wel kunnen zeggen dat een of andere amateuristische... Ja. Ja. Grappig hè? En nu zitten we in de zaal bij Come From Away. En daar ben ik heel erg benieuwd naar. En Stijn ook. Ja, heel erg. We are very excited. Ja. Het schijnt echt super goed te zijn. Dus, de zang is heel mooi en ja, perfect. Ik ben echt heel benieuwd. Nee, ik kan niet aan. Dat is helemaal goed. Nee. Goed, schatje.
komt niet goed. Zo, ik heb gisteren helemaal niet meer gevlogd. Ik zou nog een review geven van Come From Away. En daarna zijn we nog naar Lemmy's geweest. Ook niks meer over gevlogd. Ongelooflijk. Laten we het ophouden dat het allebei super goed was. Ik ga niet weer een hele uitgebreide review geven. Maar Lemmy's was echt bizar. Dat zal ik al zeker niet doen. Maar even bij de Talking About Jay, weet je ook niet drie kwartier ineens. Ja. Nee, maar Lemmy's was wel echt nog steeds een beetje gewoon. Vanmiddag gaan we. Oh, wind. Jezus. We gaan straks naar The Woman in Black. En vanavond naar. Oh, dat kunnen we nog niet zeggen. Verrassing. Ik ben zo misselijk. Het zit me tot hier. Nou, ze hebben een paar uurtjes niet gegeten. Zeven. Het is me nog wat dat ik niet strontchagrijnig ben. Normaal word ik echt, dan ben ik echt triggered. Dan sla ik iedereen in elkaar. Maar ik ben nog niet gewend. Ik eet 100 keer vandaag. Ik kan dit niet aan. Ik word nog dun. Nou, we zijn toch ergens beland, dat wil je niet weten. Ach, ik heb een vuist op mijn lip. Ja, ik heb overal vuisten. We zijn bij The Woman in Black. Geen aanrader. Het is heel spannend. Nee. Ja, nee, het is een horror, de meningen zijn verdeeld hoor, want sommigen vinden het helemaal fantastisch en die schrikken zich elke keer helemaal dood. Deze die schrikt, die gaat wel het plafond in, maar ik niet. Maar leuk dat er wel dynamiek in zit in onze reactie. Ik dacht dynamiek in de shows, want het is wel weer heel anders van wat we hebben gezien. Dat is waar. Nee, ja, echt leuk Londen. Lekker West End. Hallo! My name is Zelda Price. Ja, maar dat ken ik het niet. And I would like to share with you the most amazing book. Hello. Het regent pijpen stelen. Nou hè, stop! Zo, ik ging bijna dood hier. Dankjewel jongens. We zijn nat. Ja, nee. Nou, ik niet hoor. Oké, okay, we zijn heel nat. We zijn nat, het regent echt pijpstelen. Maar het is bizar. Kijk, je hebt zeg maar dat regen en je hebt gewoon echt stort. En dit was stort. Ja. We zitten nu in de zaal bij de Comedy of Bank Robbery. En dit belooft veel. Het belooft veel. Het is een comedy, dus beter gaan we lachen, want I need to laugh. Het is dus van de makers van de Play That Goes Wrong. Dat was super leuk, dus ik ben benieuwd. Ja, ik denk dat jij dat ook heel leuk vindt. Wat? Ik denk dat je dat ook heel erg leuk gaat vinden. Hahaha! Ja, zo zaten we echt, hè? Dat is hoe ik me voel. We hebben echt hard gelachen, hè? Ja. Het was echt heerlijk. Heerlijk! Amazing. Bye, let's rock! Zo, we gaan even een flink stuk verder in de tijd. Het is op dit moment zaterdagavond, 9:30. Ik ben weer terug thuis. Ik heb gisteren niks meer gevlogd in Londen. Het was de laatste dag. Ik was intens, maar dan ook echt intens moe. Want ik had die nacht daarvoor echt maar, ik denk echt maar vier uurtjes heb geslapen. En ik functioneer daar gewoon echt niet op. Bloedje chagrijnig, super moe. En ik kon het gewoon echt niet opbrengen om nog leuk te gaan vloggen op de laatste dag. De laatste dag was ook niet heel bijzonder. Ik ben nog even door de stad gaan lopen. Daarna zijn we met z'n allen naar het vliegveld gegaan. Hebben we daar heel lang gewacht. Ben ik naar huis gevlogen en was ik laat thuis. Dus op zich hebben jullie ook niet echt bijzondere dingen gemist. Want ik ben nu dus terug en ik begin nu pas met vloggen vandaag. Ik weet niet of jullie het horen, maar ik ben best wel een beetje hees. Dus ik wilde mezelf vandaag even stemrust geven. Dus dat heb ik gedaan. Dit is echt basically de eerste keer dat ik praat vandaag. Of tenminste echt praat. Ik heb wel dingen gezegd, maar heel weinig. Ik heb heel veel mijn mond gehouden vandaag. Ik mis Londen echt zo erg. Ik ben ook oprecht om met mijn moeder aan het kijken of we in de zomer er weer heen kunnen. Milou, ik vond het zo, zo leuk. En ik heb zoveel inspiratie gekregen door deze week. Alle shows die ik heb gezien hebben me weer echt zoveel motivatie gegeven. Om knijterhard te gaan werken op mijn studie. Want dit is gewoon echt wat ik wil gaan doen later. En dat wist ik al. Maar deze week heeft me gewoon weer heel veel motivatie gegeven om nog harder te werken. Nog beter mijn best te doen. Nog meer te focussen op school. Dus ja, wat dat betreft het was zo leuk. En ik ben echt verliefd geworden op de stad. Echt waar. Ik ben dit was de derde keer dat ik er naartoe ging. Maar ik had nu gewoon echt zoiets van, deze stad is zo fijn. Ik heb dat altijd al gehad, dat gevoel. Elke keer als ik er ook ben geweest heb ik gezegd van, oh, ik wil zo graag terug. En nu heb ik dat weer. En ik
ik wil er gewoon ook echt eigenlijk heel graag ooit gaan wonen. Niet voor altijd, maar gewoon voor een jaartje of twee jaartjes. Alle shows die we hebben gezien waren ook echt fantastisch. Mijn favorieten waren denk ik wel Everybody's Talking About Jamie en Lemmy's. En ik vond Come From Away ook mega gaaf. The Woman in Black vond ik niet zo leuk. Het was echt niet mijn ding. Het was een toneelstuk, maar dat is ook niet het probleem. Want ik vind toneelstukken vaak best wel vet om te zien. Maar ik vond dit gewoon echt heel erg stom. En de Comedy About the Bank Robbery. Moeilijk. Comedy About the Bank Robbery. Die was wel echt heel erg goed. Die was zo grappig. Zo bizar goed in elkaar gezet. Die timing was echt bizar, maar goed. Het was in ieder geval allemaal echt super leuk. Morgen ga ik weer terug naar Tilburg, waar ik echt intens veel zin in heb. Ik weet niet, ik heb gewoon weer zin om lekker mijn vrienden te zien en weer lekker naar school te gaan. Ja, ik heb daar gewoon echt heel veel zin in. Dus dat is fijn. En nu ga ik mijn mond weer even houden voor de rest van de avond. In de hoop dat mijn stem morgen weer terug is. Of tenminste, echt terug is. Want nu ben ik gewoon echt nog een beetje hees. En ik praat nu daarom ook extra laag, zodat ik niet mijn stem nog meer belast. Dus vandaar.